Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Dove gemeenschap vraagt aandacht voor taal en cultuur. Sheikh Alibak Samerali geeft leiding aan nieuw onafhankelijk kiesbureau. En de regering voert overleg met transportsector en bereidt sociaal pakket voor. Sinds 1958 wordt wereldwijd op de laatste zaterdag van september Werelddovendag gevierd. Op deze dag vraagt ook de dove gemeenschap in Suriname aandacht voor haar taal en cultuur. Eén opvallend aspect van deze cultuur is de gebarentaal. Gebarentolk Rosita Etnel is ondersteuner van de dove gemeenschap in Suriname. De communicatiedienst Suriname sprak haar en twee leden uit de groep naar aanleiding van de internationale dag. Dat is morgen, zaterdag 26 september. Wat is Werelddovendag en waarom vieren we dit? Werelddovendag is voor doven in Suriname, alle doven in Suriname. Dat doven bijeen kan komen om samen te communiceren. En ook andere activiteiten organiseren. Maar ook andere horende mensen bijeen. En dan kunnen ze samen ook communiceren, dat horen met doven goed gaan communiceren. Ik ben slecht horen, maar ik vind het zo, ik ben zo geboren. Dus ik kan ook, ik kan het gewoon met horende mensen. Soms horende mensen hebben het moeilijk. Omdat hoe ik nu goed hoor, dan moeten ze opnieuw me vertellen wat zeggen. Na Wierin de Movie is Wierin behoorlijk populair geworden in Suriname, maar ook in het buitenland. Hoe gaat hij om met zijn populariteit? Ik voel me goed, ik voel me prima. Ja, ik vind het mooi. Ik ben een goed voorbeeld als een dove, zegt hij. Wierin, wat is Werelddovendag en waarom vieren we dit? Omdat, zegt hij, Werelddovendag 2020 is gelijke rechten voor iedereen. Ja, dat is overal in alle landen, zegt hij. September doen we dat, de laatste zaterdag. Maar waarom vieren we dat? Omdat doven eigenlijk bewust moeten worden voor de toekomst. Er moeten workshops kunnen georganiseerd worden, lezingen. Dat horenden mee kunnen doen, dat de communicatie beter wordt. Dat de doven goede ondersteuning krijgen. Maar ook dat de gebarentaal gaat leven, dat de gebarentaal meer populairder wordt. Dat de gebarentaal bewust blijft bij de doven. Elk jaar is er een speciaal thema verbonden aan deze dag. Wat is het thema dit jaar? Werelddovendag 2020. Dat ze mensen met een beperking moeten ieder geduld met ze hebben en ze gewoon de gelijke kansen geven. Wierin, vind je dat er genoeg wordt geïnvesteerd in deze mensen? Ik zeg niet mensen met een beperking, maar ik roep ze mensen met een uitdaging. Omdat elk mens een beperking heeft, hoe je het maar wilt noemen. Ik vind jullie supersterke mensen, mensen met een uitdaging die hun best doen om deel te nemen aan deze keiharde maatschappij. Vind je dat er genoeg wordt geïnvesteerd in jullie? Er wordt nooit eigenlijk te weinig gedaan. Ja, het is nooit te weinig, zegt hij. Ja, het gaat, ja. Er moet gewoon meer. We moeten gewoon meer rechten hebben. Er moeten meer geoefend worden. De doven zijn nog in ontwikkeling. Maar het is niet gemakkelijk. We moeten nog verder in de toekomst. Horenden moeten erbij, doven moeten erbij. En dan is de communicatie zeer belangrijk. Ook zegt hij, ja,
We hebben eigenlijk nog geen clubhuis. We wilden zo lang een clubhuis hebben. Het heeft zo lang geduurd, zegt hij. Maar dat heeft, komt gewoon maar niets van. Omdat we gebarentaal gewoon moeten vastleggen. We moeten kunnen vergaderen. We moeten activiteiten kunnen vieren. We moeten informatie kunnen geven. Bijvoorbeeld nu met die COVID-situatie hadden we veel meer doven bij elkaar kunnen krijgen om dat informatie te geven. Ook zegt hij, de doven, een tolkenopleiding zou ook opgezet moeten worden. Er is geen tolkenopleiding eigenlijk hier. En er zijn zeker, er zijn maar 3 tolken hier. Dus Werelddovendag, zijn er zoveel dingen dat we moeten doen. En de horenden zouden meer kunnen helpen. Wat zijn de persoonlijke uitdagingen waarmee we hierin zit? Ja, ik ben Wieren. Is goed. Ja, het is wel zwaar. Ja, als dove, als horende, gewoon wil ik samen. Ik wil graag dat dove en horende alle personen even bij elkaar komen. Ik heb ook nog geen werk, zegt hij. Maar ik wil zo graag werken. Ik wil gewoon in ICT zou ik beter willen worden. Ik zou mijn eigen ICT-dinges willen maken. Maar echt een werk heb ik niet. Ik ben gewoon bezig met ICT voor mezelf. Heeft Wieren een boodschap voor de Surinaamse overheid met betrekking wat zij kunnen doen voor de doven, maar ook voor de totale Surinaamse gemeenschap? Wat de overheid meer zou kunnen doen voor doven, wat we eigenlijk zouden willen, zegt hij. Een clubhuis, werk voor doven, op meerdere opleidingen om verder te kunnen studeren bijvoorbeeld. Om meer studies te volgen, maar gewoon meer. Doven willen gewoon graag, ja, we zijn gewoon geduldig. Sinds 1958 wordt Werelddovendag wereldwijd gevierd door nationale organisaties voor doven. Op deze dag vraagt de dove gemeenschap aandacht voor hun taal en cultuur. Wat zijn de specifieke doelstellingen van deze dag? De specifieke doelstellingen van deze dag zijn dat meer bekendheid wordt gegeven aan doven. Dat mensen moeten weten dat er doven en slechthorenden zijn in de maatschappij. En ook dat de gebarentaal gewoon een taal is. Het is een taal om te communiceren met doven. 2, dat ze meer bekendheid krijgen. Dat doven vaak samen bij elkaar willen komen. Doven houden ervan om bij elkaar te komen. Doven willen niet thuis blijven. Het is thuis vaak saai. Dat willen ze niet. Maar ook informatieavonden, informatiesessies organiseren. Maar niet alleen voor doven die informatiesessies organiseren. Maar ook voor de horende mensen dat die komen. En dat die gewoon opnemen van, oh, zo moeten wij horende mensen, zo moeten wij met doven omgaan. Wij moeten naar doven kijken om te communiceren. Wij moeten proberen ze te begrijpen. En we moeten ook geduld hebben. Als je deze 3 dingen hebt, is het zo gemakkelijk om met een dove te communiceren. Gebruik je mimiek, gebruik je houding en ondersteun het met gebaren. Wat is het thema dit jaar? Thema dit jaar voor Werelddove Dag is WDD 2020. Gelijke kansen. Als een dove in je buurt is, betrek ze bij om te communiceren. Heb geduld. Heb begrip voor ze. Neem ze mee in alles wat je eigenlijk doet. Laat ze niet erbuiten. En probeer hun taal te begrijpen. Probeer hun taal te begrijpen. Iets dat me heel erg interesseert, is de gebarentaal een natuurlijke taal? De gebarentaal is een echte taal. Alleen hebben alle landen hebben zo hun eigen gebarentaal. Je hebt wel internationale gebaren en dat gebruik je ook. Maar gebarentaal is gewoon een echte taal om te communiceren.
Sheikh Ali Baksam Serali geeft leiding aan het nieuwe onafhankelijk kiesbureau OKB. Hij is op vrijdag 25 september bij de installatie van dit orgaan samen met de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden door president Chandrika Persat Santokhi beëdigd. Het staatshoofd legde bij deze gelegenheid de nadruk op de taak van het bureau als bewaker van de integriteit van de democratie, als ook de integriteit van het verkiezingsproces. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht houdt op een richtig verloop van de verkiezingen en daarmee een van zijn belangrijke taken vervullen om de kiezers te beschermen. Getuig dat er geen God is naast Allah. Hij is één en kent geen deelgenoot. Ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Ik, Samser Ali Sheikh Ali Baks, getuig en beloof in aanwezigheid en onder het wakend oog van de Almachtige Allah dat ik in de hoedanigheid van lid tevens voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau mijn plichten met volle toewijding en ijver, met rechtvaardigheid en met inachtneming van de wet zal vervullen. O Allah, Gij helpt mij daarbij. Amen. Zegt u mijn naam, heer Ali Baks. Zo waarlijk help mij God Almachtig. Zo waarlijk help mij God Almachtig. Dank u wel. We zijn er bijzonder trots dat we op wat incidenten na gedurende de afgelopen verkiezingen vrijwel vlekkeloze verkiezingen hebben gehad in Suriname. Dat is mede een verdienste van het onafhankelijk kiesbureau en dienstleden. Mijn complimenten aan de leden van het onafhankelijk kiesbureau, die zijn uitgetreden. En ik heb net de voorzitter, de gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, mevrouw Jennifer van Dijk Silos, net ontvangen. En een speciaal woord van dank richt ik dan ook hierbij aan haar, mevrouw Jennifer van Dijk Silos, gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, die daar een bijzondere bijdrage aan heeft geleverd dat we een goede, een eerlijke en een transparante verkiezing hebben gehad. Dames en heren, de kiesregeling omvat een zorgvuldig vormgevend proces dat ertoe moet leiden dat de opvattingen van de kiezers zoveel mogelijk worden afgespiegeld in de verkiezingsuitslag. Maar het verkiezingstraject zal uitsluitend doelmatig kunnen zijn indien de bevolking voldoende vertrouwen heeft in dat traject. Dat betekent dat de verkiezingen moeten voldoen aan drie elementaire principes. Namelijk vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. Het onafhankelijk kiesbureau vervult een rol als onafhankelijke bewaker van de integriteit van het verkiezingstraject op basis van deze drie principes. Dat is dan ook volgens de kiesregeling de taak van het onafhankelijk kiesbureau toezicht houden op de algemene verkiezingen en het bindend vaststellen van de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving. Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers onder onze representatieve democratie. Al hetgeen, het vertrouwen in het verkiezingstraject dat kan aantasten, dient zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarmee blijft het vertrouwen van de burger in de democratie zoveel mogelijk gewaarborgd. Een richtig verkiezingsproces op basis van democratische grondslagen, dat bevordert het maatschappelijk draagvlak en de stabiliteit in de samenleving
van de regering en ook het maatschappelijk draagvlak van de Nationale Assemblée en de andere volksvertegenwoordigende organen. Dankzij de prominente rol van het onafhankelijk kiesbureau, die de kiesregeling haar heeft toebedeeld, hoeven wij in Suriname niet bevreesd te zijn voor grootschalige, frauduleuze handelingen in het verkiezingstraject. Dat de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het onafhankelijk kiesbureau een rol hebben van bewaker van de integriteit van de democratie en het verkiezingsproces volgt ook uit de eed die u aflegt. Het gaat in de eed niet alleen om het in acht nemen van de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit, maar specifiek wordt benoemd dat u zich dienovereenkomstig zult gedragen. Het onafhankelijk kiesbureau heeft ook ruime, specifieke taken en bevoegdheden, geachte voorzitter en overige leden. Ik vraag uw aandacht daarvoor. Het bureau ziet toe dat de kiezerslijsten met zorg zijn samengesteld, dat de oproepingskaarten tijdig worden ontvangen en kunnen worden afgehandeld, dat de stembureaus correct hun werkzaamheden verrichten, dat de toezichthouders worden aangewezen die controle op de gang van de werkzaamheden bij de stembureaus uitoefenen en onregelmatigheden melden. Een belangrijke bevoegdheid van het onafhankelijk kiesbureau is dat indien er klachten worden ontvangen omtrent het niet behoorlijk functioneren van enig hoofdstembureau of stembureau, dat het onafhankelijk kiesbureau dan ook die maatregelen treft die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn, naar eigen inzicht binnen de grenzen van wet en recht. Tegelijkertijd moeten we onderzoeken of de instructies betrokken bij het verkiezingsproces zullen moeten worden geherstructureerd. Het onafhankelijk kiesbureau zal hoe dan ook een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een richtig voorbereiden en verloop van de verkiezingen en daarmee de belangrijke taken vervult om de kiezer te beschermen, te waarborgen dat de stem van de kiezer telt en dat onze democratie beschermd blijft. Vandaag heb ik ook aan de gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau ook gevraagd. Op basis van het rapport wat ze heeft aangeboden en de aanbevelingen, om serieus te kijken naar een onafhankelijk verkiezingsautoriteit zoals dat geldend is in vele landen in onze eigen regio, dat we naar het vraagstuk serieus kijken. En ik heb haar gevraagd om dat traject voor mij ook te willen trekken en daaromtrent heb ik komende week een afspraak met haar om met andere stakeholders na te gaan hoe we dat traject naast uw formule traject ook gaan inzetten om te kijken of het land Suriname ready is voor zo'n onafhankelijk authority op basis van de internationale geldende normen en principes. Geachte voorzitter en leden en plaatsvervangende leden van het onafhankelijk kiesbureau, ik wens u heel veel succes toe in het uitoefenen van uw werkzaamheden als bewaker van de integriteit van ons verkiezingstraject en van de integriteit van onze democratische rechtsstaat. Mogen u namens de regering feliciteren met uw benoeming en installatie. En mogen God u zegenen en mogen God u leiden in uw missie. Mag ik u allemaal bedanken. Dank u wel. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft tegen de achtergrond van de verhoogde benzineprijzen gesprekken gevoerd met zowel de particuliere lijnbushoudersorganisatie, PLO, als de boothouders. Hierbij is de kwestie van het prijsverschil op de routes Paramaribo-Acioni en Paramaribo-Nikeri aan de orde gekomen. DCT-minister Albert Juwitana is tijdens de persconferentie op donderdag 24 september ingegaan op het resultaat van dit overleg.
Collega Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf aan dat zijn ministerie bezig is met een duurzaam sociaal pakket om zoveel mogelijk de helpende hand te bieden aan doelgroepen. Momenteel vindt huis aan huis screening van zwakke huishoudens plaats. Aangeven vanuit het stukje besef dat wij moeten hebben, waarbij we met z'n allen door deze zure appel heen moeten bijten. Zo is het gesprek ook gestart gisteravond. En zeker ook begrip vanuit de PLO. De dieselprijs is gestegen. De calculatiesprincipes heb ik aangegeven dat vanuit het ministerie. Laten we de rust bewaren. Laten we niet nu gaan springen en schreeuwen over nieuwe tarieven. Laten we elkaar de ruimte geven dit. De omstandigheden, de marktwerking goed gade te slaan en dat we binnen een week weer bij elkaar komen. Die ruimte is gegeven, die ruimte is geboden. Ik heb ook gevraagd dat zeker vanuit de regering en de doelstellingen die we voor ogen hebben, dat we niet op zoek zijn naar tegenstanders, maar dat we op zoek zijn naar medestanders om deze problemen te lijf te gaan. En nogmaals, complimenten naar de PLO voor dit begrip. Ze hebben dat aangegeven. En natuurlijk is nog steeds aan de orde hoe gaan wij met de stijging van de dieselprijs, hoe zullen we daarmee omgaan. Maar daar is dus de ruimte geboden dat we volgende week weer bij elkaar zitten en kijken hoe wij dit los van het begrip subsidie, dat wij dit verder en nader bespreken, maar dat voor nu belangrijk is dat we de rust bewaren. Ik neem in één adem mee wat zeker ook binnen de gemeenschap speelt. En dat is de routevergelijking tussen Paramaribo Nikeri en Paramaribo Achoni. Ook hierover hebben we gesproken en de PLO heeft ook aangegeven de geschiedenis hoe deze prijs tot stand is gekomen of dit tarief. En ik zal het toch heel in het kort toelichten. En dat is dus dat de bushouders in Nikeri op basis van de concurrentie die er heerst vanuit de vergunninghouders, de bushouders, maar ook de particuliere bushouders, dat deze groep een aantal jaren terug, houdt u mij ten goede, dat moeten wij als vanuit beide partijen nog achterhalen. Maar dat deze groep bushouders zich toen hadden gebundeld en gevraagd hadden naar een ander tarief waarbij ze met 50% toen hebben ingeleverd vanwege de concurrentieintensiteit op deze route. Voor deze prijsstijging is dus sprake geweest dat de rit Achoni 45 SRD was en de rit Nikeri 25 SRD. Dus deze scheve verhouding is niet alleen, doet zich niet al pas een week voor met betrekking tot de lijst die is gepubliceerd. Dus het doet zich al jaren voor. Maar dan is dat is de verklaring. En als Nikeri niet zou inleveren, de particuliere lijnbushouders, zou dat tarief van Nikeri, zoals gisteravond door PLO aangegeven, zou dat tarief dus 120 SRD moeten zijn. We hebben dit principe besproken en we zijn uit elkaar gegaan met de toezegging vanuit de regering, de gevraagd naar medewerking. PLO doet de eerste aanzet om met die bushouders van Achoni te praten, dat dit tarief gelijkgesteld wordt, dan wel minder lager wordt dan het tarief van Paramaribo Nikeri. Logischerwijs bekeken op basis van afstand natuurlijk is dus te verklaren dat deze aanpak, deze toenadering naar deze bushouders toe van Paramaribo Achoni zeker ook een redelijk verzoek is. Daar hebben we dit weekend zeker uitsluitsel over. Maar er is geen sprake van onwil. Er is juist sprake van wederzijds begrip. En die gesprekken zullen dus ook verder afgerond worden op basis hiervan. Ik neem ook wat speelt binnen de samenleving. Wat gebeurt er met de boothouders? Wij hebben ook daar
met betrekking tot de boothouders. Ik zal het even terugtrekken naar een aantal maanden terug, waarbij de boothouders als COVID-compensatie hebben gehad. 5.880 per maand. En toen de bushouders 2.000 SRD per maand. Hierdoor zijn we erachter gekomen dat de calculatieprincipes niet correct waren. Althans niet, als we die spiegelen naar de principes van de bushouders, dat die niet in gewoon tegenover elkaar zijn en dat het gewoon niet klopt. Maar ik zal dit, we hebben dit al besproken met de boothouders. Vorige week hebben we de tarieven van de bushouders ontvangen. Wij hebben onze calculaties erop losgelaten. En het enige aandachtspunt op dit moment is dat de boothouders de single trip van Meerzorg Paramaribo eigenlijk dubbel hebben belast, de passagier, de persoon die oversteekt. En wij zeggen nee, de passagier moet beschermd worden. Daarvoor zijn wij er als overheidsinstantie om erop toe te zien dat er geen scheve verhoudingen meer ontstaan. Dit gesprek is ook gaande. En in principe zijn we praten niet meer over protocollen, maar voor de rest, los hiervan, zijn de boothouders ready. Wat ook nog speelt, zijn de aanmeerstijgers, Meerzorg en een deel van de Plattebrug. Dat is een aangelegenheid van TCT in samenspraak met collega OW, dat wij dit ook gaan oplossen. Dat is het ten aanzien van de vraag die gesteld is. En ik heb hem verder verruimd naar wat speelt binnen de samenleving. Dat van de zwakke huishoudens. De zwakke huishoudens hebben sowieso ons aandacht. We hebben daarnaar gekeken en gezamenlijk met de minister van Financiën, waarbij wij allemaal in het parlement waren met de president, hebben we natuurlijk enkele punten naar voren gebracht. Waarbij ik wel nadruk zou willen leggen op dat van zwakke huishoudens, volgens een van de vragen. Waarbij, as we speak, er een screening plaatsvindt, huis aan huis. En dat we zoveel als mogelijk ons bestaan proberen te verfijnen. Maar dat we ook willen doen volgens, of althans conform COVID-maatregelen. En aan de hand daarvan wij dan de bepaling weer zullen doen. Om te kijken of de daadwerkelijke aantallen welke zijn aangegeven te sociale zaken bestand. Dat het wel klopt of niet. Dus er zal een matching plaatsvinden. Apart van de matching hebben we wel ervoor gezorgd dat in zo'n acute situatie, zoals u weet, sociale zaken en volkshuisvesting heeft zowel de hulpmiddelen als materieel als immaterieel ingezet. Dus we hebben dan gekeken naar wat ze momenteel nodig hebben in zo'n situatie waarbij niet alleen crisis een probleem is, maar zo ook COVID dan een grote rol heeft gespeeld. De normale huishoudens, als we kijken naar de werkende klasse werkenden die richting een nieuw normaal het een en ander uitzetten om toch aan hun brood te komen. Als zij het al zwaar hebben, laat staan de zwakke huishoudens van sociale zaken en volkshuisvesting. Dus we hebben dan ervoor gezorgd dat zij dan in zo'n situatie dan zo snel en mogelijk worden verholpen. Door middel van enkele projecten welke we hebben uitgezet. En ik benadruk de naam COVID voedingspakketten. En van daaruit dat we dan werken richting een meerjarenplan. Een meerjarenplan waarbij wij kijken naar een duurzame ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling in de zin van dat wij niet alleen helpen in het materiële en immateriële. Maar dat we ook kijken van wat wij kunnen doen om de zwakke huishoudens te stimuleren richting zelfstandigheid. Apart daarvan is er ook bekendgemaakt dat aan hun is gedacht geworden voor wat betreft dan de reguliere betalingen. Want de reguliere betalingen zijn eigenlijk de inkomsten waarbij dat alvast een helpende hand is voor het immateriële. We hebben dan gekeken en gepland alvast voor zowel AOV, AKB, mensen met een beperking en de zwakke huishoudens. Waarbij als we kijken naar de bedragen en de zwakke huishoudens, de gezinnen althans, herkennen de bedragen als we praten over bedragen van 33, 41 SRD en dat soort zaken. Dat u weet dat een zwakke huishoudens daarmee niet zou kunnen uitkomen. We hebben ook gekeken naar waartoe ze gingen leunen. En daar is er zo'n beetje een bestand shift gaan plaatsvinden. Qua registraties waarbij het eigenlijk niet mag, dus vandaar dat wij het verfijnen.
Dus als we dan kijken naar de reden en naar de bedragen, dan hebben we zwakke huishoudens en mensen met een beperking het bedrag geprobeerd simultaan naar één bepaald bedrag te brengen. Ik zal het dan een beetje benadrukken voor wat betreft de bedragen. AOV een voorbeeld van 525 naar 750. AKB 50 naar 75. Mensen met een beperking van 325 naar 500. En zwakke huishoudens welke maar per maand voor 33 SED tot en met 41,50 was, is nu al richting de 500 SED. Dus dat snapt u, dat voor wat betreft de doelgroepen, dat we zoveel als mogelijk een helpende hand, een reikende hand naar hun toebrengen. Maar dit is nog lang niet afgelopen, want ik heb net uitgelegd, we zitten in een proces waarbij we het geheel uitwerken om richting een duurzame ontwikkelingsstrategie te gaan en een duurzame sociaal vangnet. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht en ik wens u een goed weekend toe. Goedenavond.